actie van de bond bij de medische zending, MZ, is vandaag opgeschort. De gezondheidswerkers en overige medewerkers hebben het werk hervat. Dit besluit is genomen tijdens een algemene ledenvergadering van morgen. De directie gaf de bond aan dat een bedrag van 1,6 miljoen is gestort op de rekening van de organisatie. Hiermee kunnen de achterstallige gelden met terugwerkende kracht worden uitbetaald aan de medewerkers. De polyklinieken van de MZ in de districten Brokopondo en Sipaliwini waren onder meer tijdens de personeelsactie gesloten en er werd alleen in spoedgevallen hulp verleend. De bond van de MZ had gisteren zelfs een onderhoud met de voorzitter van de Nationale Assemblée over de kwestie. Roy Haverkamp, voorzitter van de bond, die zegt dat er nu weer rust is bij de organisatie. Het maandelijks bedrag van 1,2 miljoen SND voor salarissen en bonussen voor de maand december moet nog worden gestort. Maar hij verwacht hierover geen problemen.